Als ik een partij accepteer, dan heb ik er altijd zin in. Omdat het een oude trainingsmaatje was en veel gespaard samen. Ja, even laten zien dat we beter zijn. Ja. Er is geen haat en nijd of zo, maar gewoon, ja. Hij is zwaar gewicht, ik ben zwaar gewicht. Ik sta 3, hij staat 4. Ik wil naar 1. Ja. En naar de belt. En dat wil hij ook. Dus hij staat nu in de weg. Hopelijk misschien een kans op de titel. En die heb ik. Iedereen in de divisie heeft die gehad. Ik heb hem nog nooit gehad. Wat daar de reden van zijn, ja, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk ook een paar toernooien gevochten. Wel in de finales gekomen. Maar nooit die belt, nooit die eerste plek gehaald. Dus misschien is dat een reden. Maar ja, ik zat er zeker open voor. En hopelijk, als we deze wedstrijd winnen, dat we dan dichterbij komen. Ik denk dat het gewoon een beukpartij gaat worden. Ik denk dat D'Angelo snel uit de startblokken komt, wat hij altijd doet. Op papier moet Jaf hem gewoon aan kunnen pakken. Er moet gewoon gewonnen worden, klaar. En dat is wat ik ook ga verwachten. Ja, D'Angelo is een goede jongen, sterke jongen. Hij kan wel hoog tempo zetten in een partij, dus ja. Jaffa moet gewoon scherp zijn. Hij weet gewoon precies wat hij moet doen en we weten wat D'Angelo, wat hij kan ook. Het is geen verkeerde jongen, het is gewoon een goede jongen en we moeten gewoon scherp die partij proberen winnend af te sluiten natuurlijk. Nee, we kennen hem natuurlijk goed en ja, voor mij is wel duidelijk dat ik heb gezien dat hij niet altijd heel veel kan hebben. Hij is natuurlijk al heel snel KO gegaan tegen Benny. Nou, daar zet Jaffa een beukpartij tegen neer. Met een beetje, ja, pech einde. Als ik de partij tegen Ben Sadik kijk, wordt het heel snel beslist. Gaat hij in 1 ronde 3 keer neer. En die krijgt en Jaffa die pakt Jamal Ben Sadik aan. Dus ja, dat is natuurlijk een bepaalde logica waar we rekening mee houden. We sluiten niet uit dat in het zwaargewicht een ongeluk in een klein hoekje zit. Je kan het dan van twee kanten bekijken. Natuurlijk, ik heb 2 keer tegen hem gevochten. 2 keer van hem gewonnen. Hij won het laatste toernooi. Heeft hij gewoon goed gevochten, dus nog zelfs met 1 hand. Dus ja, je kan van allebei de dingen kan je wat zeggen. En natuurlijk, als hij voor de titel mag zeggen, ga ik roepen. Ja, ik wil ook voor de titel, want ik heb je 2 keer verslagen. Maar ik hou niet van dat kinderachtige spel. De organisatie bepaalt wie er vecht en wie wanneer vecht. Voor deze partij was er natuurlijk de sprake van dat jij met Thijs Fury zou trainen. Dat ging uiteindelijk niet door deze partij. Het ging wel door. Ik ben in Vegas geweest. Ik ben alleen wat korter gegaan dan wat we gepland hadden. Ik zou voor 3 weken gaan, maar uiteindelijk is het 5 dagen geworden. En, ik was daar en ja, het sparren met hem was gewoon fantastisch. Ja. Hij is echt een meester in het spelletje, veel van geleerd. En goede gozers ook. En, alleen ik was daar net een dag en toen kreeg ik te horen dat ik tegen D'Angelo vocht. Dus toen werd het voor mij heel veel overschakelen en kickboksen daar kon ik niet echt doen. Ja. Want mijn trainer was er niet bij en ja, die had wel sportscholen, maar het is niet zoals wij het hier gewend zijn. Dus toen hebben we de beslissing genomen van, ja, dat ik zo snel mogelijk terug ga naar Nederland om mijn voorbereiding op te pakken. En zoals jullie weten uit ervaring, het boksspelletje helpt bij het kickboksen enorm. Dus dat gaan jullie ook terugzien in de partij en kijken.